Het Wapenarsenaal is het oudste gebouw langs Unter den Linden. Gebouwd tussen 1695 en 1706. Het is een van de mooiste barokke gebouwen van Duitsland. Nu is hier het Duitse Historisch Museum ingevestigd. Het Altes Palais werd tussen 1834 en 1837 gebouwd voor de toenmalige kroonprins en latere keizer van Duitsland Wilhelm I. Hij woonde al sinds 1827 op deze plek in een paleis dat in de 17e eeuw werd gebouwd. Dat paleis werd in 1834 afgebroken om plaats te maken voor het Altes Palais. Het paleis werd in 1943 door brandbommen vernield. Alleen de gevel bleef overeind. Uiteindelijk duurde het tot 1962 voordat het gebouw weer werd opgebouwd. De Schlossbrücke is in 1821 ontworpen door de bekende Duitse architect Schinkel. Na de revolutie van 1848-1849 zijn de beelden toegevoegd. Tijdens ons bezoek aan Berlijn was ook hier een soort Christoffiguur aan het werk. Op één na waren de beelden helemaal ingepakt in wit plastic. Het bleek dat het ging om een proef met een verpakking voor de winter. Gelukkig was één beeld niet ingepakt. Dat laat meteen zien hoe vrijmoedig de beelden waren die Schinkel had ontworpen en door 8 verschillende beeldhouwers werden vervaardigd. De Unter den Linden eindigt bij de Schlossbrücke. Daarna heet de weg Karl-Liebknecht-Straße. Hierlangs vervolgen we nog even onze weg. Rechts van ons zien we een kale grasvlakte. Hier stond tot 1950 het Berliner Stadsschloss en daarna het DDR-Palast der Republiek. Dus eigenlijk zeer historische grond met een bewogen geschiedenis. Als de brug Schlossbrücke heet, dan kan je vermoeden dat er ook een slos zal zijn. Helaas, het slos heeft hier wel gestaan, maar is in de DDR-tijd afgebroken. Het Berliner Stadsschloss was eeuwenlang de zetel van de Pruisische Hohenzollers en de Duitse keizers. Van hieruit reden de vorsten via Unter den Linden naar het westen de stad uit. De basis voor het paleis werd al gelegd in 1443, maar groeide later uit tot een enorm gebouw. Vanaf het balkon riep, in november 1918, Karl Liebknecht de Duitse Socialistische Republiek uit. Na de Tweede Wereldoorlog was het Berliner Schloss een doorn in het oog van de communistische regering, als ouderwets beeld van hoop voor de Berlijnse bevolking. Eind 1950 gaf Walter Ulbricht, secretaris van de Socialistische Einheitspartij, opdracht het gebouw te slopen. Enkel en alleen omdat een koninklijk paleis niet paste in de communistische DDR-filosofie. Toen het er nog stond, was het slot zonder twijfel het meest beeldbepalende gebouw in het oude centrum van Berlijn. Daarom zijn er plannen ontwikkeld om het slos weer te laten verrijzen in een moderne vorm. De plannen daarvoor hebben in Berlijn, naar goed Berlijns gebruik, een vurige discussie op gang gebracht tussen de voor- en tegenstanders van deze plannen. Veel tegenstanders van deze plannen zijn Ossi, de voormalige inwoner van Oost-Berlijn. Op de plaats van het Berliner Schloss verrees begin 70e jaren het Palast der Republiek. Dit palast was het voormalige prestigepaleis van Erich Honecker, de laatste leider van de DDR. Het werd gebouwd als parlementsgebouw en als het ontmoetingscentrum voor de Oost-Berlijners. Vanwege de uitbundige verlichting kreeg het gebouw de bijnaam Erichs Lampenladen, Erichs Lampenwinkel. Was het Palast der Republiek het paradepaardje van Oost-Duitse architectuur,
Na de val van de muur verviel het snel tot een wanstaltig blok glas met zeer veel giftig asbest, zo bleek. Het is inmiddels helemaal gesloopt. Nu heeft men alle ruimte om bodemonderzoek te doen naar het oude stadsslot. Wel is gebleken dat veel ossies het maar moeilijk kunnen verkroppen dat hun palast zo oneervol aan zijn einde is gekomen. Tegenover het voormalige Palast der Republiek staat de protestantse Berliner Dom. Het is een enorm, 75 meter hoog gebouw. De kerk is gebouwd tussen 1894 en 1905. Onder de kerk liggen graven en vorsten van het huis Hohenzollern begraven. De kerk raakte in 1944 zwaar beschadigd. In 1993 is het gebouw gerenoveerd en weer in gebruik genomen.